Het gebeurde niet in het westen, het gebeurde in het zuiden. Namelijk in Aalslo. De fanclub is 1 jaar terug opgericht. We zijn al 1 jaar verder en vandaag is het november de 13e, 1 dag na Niels' verjaardag. Ik wil een paar mensen even naar voren halen die zich te pleuris hebben gewerkt. Op de eerste plaats Arno Widdershoven, op de tweede plaats Lucien van Dichelen, Guido ten Haaf, Peter Bovens en Roy Oldmans. Wij gaan dadelijk met de camera gaan wij naar het centrum. De dag wordt helemaal gefilmd. En ga je zover? Nou, ik wil je even laten zien. We weten niet of je zover gaat, maar we zullen wel zien wat het ons brengt deze dag. We zullen ook, er is veel live muziek, we zullen de hele dag in kaart brengen. Als een soort rode draad gebruiken we dus het aantal mensen wat we naar voren halen, wat dus indirect ook wat met de fanclub te maken hebben. Ook wil ik bij deze vooral het Maaslandcentrum bedanken, waar we dus voor ons hele schappelijke prijs dus, de zaal hebben van gekregen. Want daar zijn we toch ontzettend afhankelijk van. Verder wens ik je eigenlijk veel kijkplezier. Moet ik nog een Neil Young Button opdoen? Ja, even een Neil Young Button. Welke zou ik doen? Nou, ik heb een voorkeur. Ja? Kijk, pak hem maar even erbij. Ja, die Shaq is leuk. De Neil Freaks hier ook Albert Heijn. Albert Heijn. Wat is je voorkeur? Nou, natuurlijk die van de fanclub. Oh ja. Juist. Oké. Hallo, hi. Je kwam net tegen te horen dat. Spreek niet in je vel. Dat is niet van plan. Want dan is het mis. Okay. Jij kwam net bij mij bij de stand. Ik van jou te horen dat jij persoonlijk met Neil hebt gesproken. En omdat de fanclub nog geen contact heeft met Neil, was het behoorlijk en nou, voor mij, voor de hele fanclub, een bijzonder verhaal. Vraag naar jou toe, zou je dit voor de camera eventjes willen vertellen? Want ik vond het echt een prachtig verhaal. En vooral dat hoe Bruce Palmer met je omging, dus precies van Buffer Springfield. Toeval. Ik ging samen met een vriend van mij, nadat we het concert in Amsterdam 2 keer hadden gezien, wilden we ook naar het concert in Londen toe, in Wembley Arena. En ja, we hadden eigenlijk voor beide avonden dat ze speelden. Ze speelden eigenlijk 3 avonden zelfs. We wilden eigenlijk kaart hebben voor zaterdagavond en zondagavond. Het lukte niet. We hadden alleen kaarten voor zondagavond. We zijn toch het hele weekend naar Londen toegegaan. En op zaterdagavond lopen we door Hyde Park heen. Daar heb je Hyde Park Corner, Speakers Corner. Misschien wel eens van gehoord. Daar gaan allemaal mensen op krukjes staan en dan hele verhalen vertellen. Dat is erg leuk om te zien. Enfin, wij stonden daar en ik ontdek plotseling dat Bruce Palmer naast me staat. Die staat er ook te luisteren. Had je hem herkend? Ik, en
Ja, omdat ik hem natuurlijk ook nog de week daarvoor of twee weken daarvoor in Rotterdam had zien spelen. Ja. En ik zelf bassist ben. Goed, ik kon het toch niet laten om een blijk van herkenning aan hem. Hoewel dat voor mij eigenlijk het enige was wat ik wilde. Dus ik zeg tegen hem, zoiets heb je niet in Canada. En hij zegt van, hoe weet jij dat ik uit Canada kom? Ik zeg, nou ja goed, ik herken je. Oh ja, nou, leuk. Werk jij ook voor Neil Young? Nee, zeg ik, dat niet. Maar ik kom wel naar het concert kijken. Oh, komen jullie ook vanavond? Voor vanavond geen kaarten kunnen krijgen. Je was nog met een vriend, hè? Ik was samen met een vriend. Ja, ook een pure Neil Young freak. Ja. En ja, hij zegt, Gut, geen kaarten voor vanavond. Waar komen jullie vandaan? Ik zeg, uit Nederland. Hij zegt, nou, kom je helemaal uit Nederland, dan heb je geen kaarten voor vanavond. Dan moeten we wat aan doen. Mm-hmm. Kom om 2 uur naar mijn hotel toe. Hier is het, hij schreef even op een stukje papier waar het hotel was. En goed, wij er om 2 uur naartoe, helemaal in de wolken van wat gaat ons nou overkomen. Dat wij komen eraan, schreef het kamernummer. Ik denk dat we het heel even filmen, want dat vind ik toch wel... Alleen maar 312 hoor. Ja. Dus geen naam of niks. Nee, dat is het blaadje wat Bluesman mee ook gaf om dat hotel. Ja. Dat was eventjes voor het hotel en het kamernummer. Ja. Dus wij komen eraan. Ik vertel tegen die man die aan de balie staat van zus en zo is het geval. Hij zegt, oh, bel zelf maar even. Dus ik bel naar kamernummer 312. En tot mijn verbazing krijg ik Neil zelf aan de telefoon. En ik leg hem het verhaal aan. We zouden hier komen om 2 uur. Oh ja, daar weet ik van. En wacht maar even, jullie worden zo gehaald. Toen kwam de vrouw van Bruce Palmer. Ik denk dat het vrouw was. Het kan ook de vriendin zijn geweest, dat weet ik niet. Maar die kwam dus toen naar beneden om ons op te halen. En we gingen mee naar boven. Hele etage afgehuurd door de hele crew. En ja, Bruce die kwam naar ons toe. Die stelde ons voor een andere. En hij zegt, willen jullie wat drinken? Nou, een kopje koffie. Nee, een Nederlands kopje koffie. Een gewoon kopje koffie, Engels kopje koffie, niet te drinken. En ja, het ging eigenlijk heel relaxed allemaal aan toe. Nils Lofgren, die liep daar rond. Joe Lala, Ben Keith. En goed, hij heeft ons voorgesteld aan de andere leden. Hij heeft ons voorgesteld aan Neil Young. Ik heb een lange tijd met Bruce zitten praten over basgitaren. We speelden op hetzelfde merk basgitaar, Kramer. En nou, dat is een erg leuk gespreksonderwerp. Ook nog even met Neil Young gesproken toen. Niet lang. Eigenlijk een beetje over de keuze van de indeling van de nummers. Dat bepaalde hij voor het grootste deel, maar ook in samenspraak met de leden van de band. En afijn. Uiteindelijk was het dan zo, ze zouden ervoor zorgen dat wij op de gastenlijst kwamen te staan. Wij 's avonds om 7:30 bij de artiesteningang, of uitgang, hoe je het net wil noemen, van de Wembley waren. Dan zouden daar 2 backstage passes voor ons klaar liggen. Mochten er problemen zijn, dan moesten we maar vragen naar Glenn Palmer. Glenn Palmer was toen de tourmanager. En enfin, wij daar naartoe. We waren eerst bij de verkeerde ingang, gewoon bij de kassa. We snapten er eigenlijk niet zo gek veel van. En bij de kassa wisten ze ook van niks. En ja, blijf hier maar wachten, maar na een 30 minuten nog niks. Dus afijn, wij maar eens vragen, ja, waar is dan die artiest ingang? Oh, die is aan de achterkant. Goed, wij naar die achterkant toe. Groot hek, een hokje waar een portier zat. Ja, dag meneer de portier, als het goed is liggen hier 2 backstage passes voor ons klaar. Ja, nee, ja, nou je kunt wel zoveel zeggen, op mijn lijstje staat niks. Nou, doet er ons dan een groot plezier om te vragen of Glenn Palmer, de tourmanager, even hier wil komen. Toen begon ik dan toch wel een beetje te twijfelen aan zijn telefoon. Aan de naam ook al natuurlijk. En, ja. Ja, dat scheelt wel heel veel. Inderdaad. Dus hij pakte de telefoon en even later kwam er een boom van de kerel die we 's middags niet hadden gezien. Wat later Glenn Palmer bleek te zijn. Ons toe. En alsof hij ons al jaren kende. Hey Frans en Piet, kom hier. En hij doet het hek voor ons open. Tegen de portier. En wij lopen met z'n drieën naar binnen toe. Daar aangekomen. En zegt, nou jongens, ga je backstage passes. Plak ze even ergens op. Dat hebben we. Daar komt ie. Dat is wat het zou zijn. Dat was dus de envelop die we kregen uit handen van Glenn Palmer. En daar zaten dus, de backstage passes in. Voor de 27e, maar dat is eigenlijk later. Dit was de 26e. Goed, daar ging het dus om. Voor Piet en voor mij allebei eentje. Glenn gaf ons deze envelop, waaruit dus voor Piet en de backstage passes kwamen.
heel leuk ontwerp, vind ik zelf. En het was de bedoeling dat we deze dus op onze jas plakten. Ja. Zodat dus deuren voor ons open gingen die voor anderen gesloten bleven. Dat hebben we gedaan. En wij naar binnen. We hebben daar een tijdje rondgelopen. Foto gemaakt, of eigenlijk Piet heeft een foto van mij gemaakt. Ik heb een foto van Piet gemaakt. Zijn we bij Nee, helaas niet. Op dat moment waren we gewoon nog een beetje achter aan het sjouwen. Dat was ik dus in 1982. Iets veranderd. Ja, we zijn allemaal iets ouder geworden. Inderdaad. Maar we waren dus heel erg overdonderd eigenlijk door de apparatuur en alles wat er stond. Heb je een schapping qua geld wat daar staat, heb je daar enige bestaat van, want je bent dus met de stages, als je dus ziet, dus de gitaren van Niel, wat neemt hij mee? Hij had ongeveer toen, ik schat, toch wel een 10 à 15 gitaren bij zich, dat was echt onvoorstelbaar. Zat daar ook die witte Gretsch bij? Daar zat ook de witte Gretsch bij, uiteraard. Ja, ik heb hem niet aangeraakt. Ja, dat mocht ik niet. Dat heb ik niet gevraagd. Ik heb hem wel bekeken. En, kan je hem ook vertellen hoe Niel bij je overkwam? Niel, je hebt hem dus echt van gezicht tot gezicht. Wij moeten het hebben van interviews, van verhalen. Ja. Je hebt echt met hem gesproken. Ja, inderdaad. Niel was relaxed. Heel erg ontspannen. Voor het concert. En we hebben ook na het concert hebben we nog gesproken. Voor het concert heel erg ontspannen en heel vrolijk. Heel vrolijk ook omgaan met andere bandleden. Vooral met Bruce Palmer. Hij is een heel goede vriend van Bruce Palmer. Heel close is dat. Heel close, echt heel close. Ja. En ook na het concert was hij dood en doodmoe. Hij wilde eerst een drie keer zijn, ook om zich op te frissen, neem ik aan. Maar hij was echt, toen hij dus van de stage afging, was hij helemaal dus echt op. Helemaal op. Helemaal stuk, helemaal vermoeid. En nadat hij zich had opgefrist en nou, hij was dus nog wel moe, maar heel aans voor iedereen. En het leuke was dat ook bij de gasten waren Bill Wyman van de Rolling Stones en Roger Waters van Pink Floyd. Die zaten achter ons, heel grappig. Toen kwamen zij dus van Niel en kwamen ze even bestuderen, zeg maar. We zitten daar op die genodigde tribune tussen allemaal toch wel beroemdheden. Toch wel, voor ons dus wel. Ja. Ja, als je voor mij zat Pieter van Zent. Little Steven, eventjes vertellen, want velen kennen de naam niet. Pieter van Zent, en die speelde vroeger bij de E Street Band. Ach, daar kom ik even niet op de naam. Zeg het eens. Lofgren? Nee, van dingen. Nee, sorry. We komen niet erop. Goed. Oh, verschrikkelijk. Oh, we gaan af. Oké. Het is laatst ook die video van geweest. Dan mogen de mensen inzenden, een kaart inzenden die weet wat wie is. Ja, we gaan er gaan. Goed. Wij twee, vertel me dan. Wij weten het nog niet, de naam van de E-Train Band, maar stuur ons een kaartje op en u wint een mooie... Nee. Dus Steve van Zandt zat dus naast je en heb je gesproken? Ja, dat was ook heel aardig. Little Steven die zegt of ja, ik wist dus niet dat hij dat was. En hij vraagt op een gegeven moment aan mij, speel je ook in de band? Ja, zeg ik, nou wel. Ik zeg, nou, die ken je niet. Me, try me. Ik zeg, nou, so what? No, never heard of. Maar ik herkende hem niet. Dus ik zeg tegen hem, speel je ook in de band? Ja, zeg ik, ja. Ja, misschien heb je er wel eens van gehoord. De E-Street Band. Oh ja, ja dat kwam dan wel. Goed, concert gaat aan de gang. Het eerste nummer is afgelopen. Piet en ik beginnen te applaudisseren, maar zien dat niemand van de genodigden aan het applaudisseren is. Dus wij ook. Ja, dan voel je dus heel raar. Wij moeten weer afronden, want de band is gaan spelen. Ja, misschien. Ik naar de band, dan komen we straks terug. Luister, okay. Ik wil nog even vertellen dat aan het eind van de avond... Ik wil nog even vertellen dat aan het eind van de avond kwam Bruce naar ons toe, vroeg hoe we het gehad hadden. En toverde uit zijn zak voor de volgende avond, voor de 27e. Allebei een backstage pass. Ja, machtig mooi. We hadden zelfs de derde avond nog kunnen komen, maar helaas ving onze boot ook terug. En aan jullie vooral mochten natuurlijk. Ja, inderdaad. Nou, dit is een heel ander verhaal. Ik denk niet,
ik denk niet dat we dat deden, nee. Deze band wordt ook gefilmd. Precies. Ja, ik hoor al de fantastische tonen van de klanken van Neil Young. Ja, we horen al Heart of Gold. We gaan eens kijken naar dat vracht. We kunnen straks even weer doorgaan als we dat doen. Ja, hij gaat hem halen voorbij. Ja. Hij gaat hem halen voorbij. Ik ga het even afronden. Plus, ik wil je heel hartelijk bedanken dat je net naar Limburg bent gekomen. Het gebeurde niet in het westen, het gebeurde in het zuiden. Het gebeurt nu, gebeurde toen ook in het zuiden. Toen ook, denk ik. Ja. Ik hartelijk bedankt. Oké, okay, niet te danken. Hey. Zal ik je helpen? Ja. Maar dan moet je maar. Ja. Mag ik de volgende persoon even op het podium? Lucien van Dichelen, Wim Korte, Jo Draagbach. Jo! Is Peter ook nog in de zaal? En Peter Govens. Guido Draaf. Guido. Kom je daar even allemaal op het podium? En Lucien, die had Peter in de dag. Nee. Ik niet voor steen. Nee. Peter is een goed steen, of dat is achter de vorm, ja. En is aan de frontier. Nou, dit hele draaien kan ik jou scheren. We gaan er even een uurtje doen. We hebben het zonder. Moet ik het kapot scheuren? Dat moet ik nou wel los, denk ik. Dames en heren, ik wil nog even voorstellen. Lucien van Dichelen heeft heel veel werk verlicht aan het schrijven van het boek over Neil Young. Zijn jullie alle bekend? Van 1995 te kloppen, dan kunnen vanavond zijn handtekeningen krijgen. Herman is hier vanavond niet. Ik zou het ook fijn vinden als jullie voor hem ook een applaus hebben. Lucien van Dichelen kind en samen Herman van Beek toestemming gekregen van Crosby, Stills & Nash. Om ook een boek over hun te schrijven, wat hoe lang gaat het duren? Als ze het wel anders doet, dat duurt al een paar jaar. Maar ik ben nu aan 3 jaar op de markt verschijnen. 2. Ja, dat komt zo. Guido wil ik even hartelijk bedanken voor zijn inzet achter het podium. Wim Korte, dat is een lid van de fanclub, heeft zich spontaan aangeboden tot hulp. Is het klaar? Nee. Ja, wacht even. Kom eens even hier. Kom je. Wim Korte was vanmorgen om 10 uur hier uit Winterswijk. We zijn een heel stuk gereden. Hij heeft de hele dag geschrokken. Ja, en ik heb al gezegd, Roy Oldmans is een heel speciaal persoon van mij, maar Jood Draaf ook. Dus als jullie eens in een huis gaan kijken, dan ga je eten, dan zie je Neil Young. Dan ga je slapen, dan zie je Neil Young. Ga je plassen, poepen, dan zie je ook Neil Young. Dan ga je tv kijken, dan zie je ook Neil Young. Dan zie je ook die moet echt maken. Dat is zo'n trauma. Dan heb ik één speciaal item voor de echte Neil Young liefhebber. Dat is een cliché dus. Ja? Voordat ik ga zeggen wat die kost, wil ik graag weten of er mensen in de zaal zijn die interesse hebben voor de legale versie van El Dorado. Zo ja, wil ik hem wel veilen. Zo niet, gaat hij weer terug. Dus ik weet niet of er iemand interesse heeft. Geef hem al. Niet echt dus. Mochten er toch nog mensen geïnteresseerd zijn, hij ligt straks achter de tafel, dus dan kun je alles nog komen. Ja, de persoon die net heeft gesproken heeft zijn eigen zoon geslagen. Dat is Arno Wittershoven. Wat is? Arno Wittershoven, dat ben jij, hè? Ik wil jou ook bedanken voor alles wat je gedaan hebt. Dan mag ik voor hem ook een applaus geven. En ik hoor net, dat was ik in de
Het schijnt dat een zekere Johan Maas, ik geloof dat hij uit Hoven komt. Hij is bij een mond van de deur. Dat staat er al bij. Van die hoge tunnel uit, man. Die heeft die Diaz ter beschikking gesteld. Daar wou ik ook even hartelijk voor bedanken. We gaan nu nog even een uurtje door met keiharde muziek. Dus Royal Mars, Al de Tour. Annie, goed, kom erover. Als je zegt dat.